Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting werkt eraan om de betalingsachterstanden van de algemene kinderbijslag en bijstanden in te lopen. Minister Urakit Ramsaran stelt het erg op prijs dat de samenleving geduld heeft betracht in deze kwestie. De bewindsman geeft aan dat de regering er alles aan doet om de diensten van SOSAVO te digitaliseren. Financial inclusion komt daarbij kijken. Dat is niets anders dan dat iedereen die geld moet ontvangen van SOSAVO kan beschikken over een bankrekening, zodat de betalingen makkelijker geschieden. De broeders en zusters die soms, als zij horen, Mimo's op een bankrekeningnummer, dat het soms heel moeilijk klinkt voor hen. Dus SOSAVO ik doe, dat alle de sociaal zwakkeren, ze moeten kiezen voor uitkering voor Lanti. Dat in de toekomst, ik kan kiezen voor niet, boem snel, vallig snel. Ik kan checken via je mobiel, ik kan checken via je tablet, noem maar op. En ik kan actie ons maar voor checken tot je. Dus zou op zijn we maken morgen gemakkelijk, dat ik bang in een actie om mensen niet. Dan ben je nou actiewerk hier verklaren, of een actie die ze dat die, want je dat die ze een ontvang of uitkering voor land die bij deze vanuit SOSAVO, dat nanga aboe is dat die een karta ze hebben of een nummer ze hebben, nanga dat die dadelijk je maar op een bankrekeningnummer. En door middel voor een bankrekening ze hebben, dan wordt heel traag wereld op je. Pay if you want to do, you want to set your onderneming, of je is nou een produceriestand, of je is nou een ijsman, of je is nou een noem maar op. Dat zij dan hun eigen onderneming zouden kunnen opzetten. Dat een voorbeeld collega, alle andere collega's die ook subsidies geven, of het nou voor schoolvervoer is, of het nou voor uw studie is, of het nou voor uw onderneming is vanuit KMO, dat van daaruit wij een centraal kanaal hebben om u de ondersteuning dan te geven. Een centrale pot eigenlijk. Na gedegen onderzoek is het ministerie erachter gekomen dat er een achterstand is vanaf 2019. Dit zijn gelden die nog betaald moeten worden naast de AKB. Onder meer de betalingen aan de zwakke huishoudens en aan mensen met een beperking. We willen niet fouten maken die eigenlijk straks de samenleving dieper in de armoede doet stoten eigenlijk. Dus we hebben dan een paar daarvan naar gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën, zowel op directie als ministerieel niveau. En van daaruit zijn wij conform de belofte die we hebben gemaakt aan de samenleving binnen 2021 gestart met het betalen van de achterstanden van 2019 richting 2020. We hebben binnen het jaar 2021 in totaal 13 miljoen SRD uitbetaald aan AKB en andere bijstanden die erbij horen. Maar grotendeels was het AKB. En binnen 2022 verwachten wij om zo snel als mogelijk de afronding te doen van de gebieden die nog niet hun financiële bijstand hebben ontvangen. Het gaat eigenlijk merendeels op enkele locaties die bekend staan van 2021. Die we hebben uitbetaald zijn Para, Wanica, Komowijnen. Maar er is nog meer te doen. En we zitten nog met enkele districten. Momenteel enkele gebieden binnen Marowijnen, boven Marowijnen om het zo te zeggen. We zitten ook met Brokopondo nog enkele gebieden. Sipa nog enkele gebieden, Sipa Luini. En Saramaka die nog overblijft, waar we de betaling zouden moeten doen voor 2019. We gaan dan verder, we gaan het niet daarbij houden. We gaan dan richting 2020. En binnen 2020 zijn er nog andere districten zoals Komowijnen en al die anderen die nog niet hun betalingen hebben ontvangen, die dat alsnog moeten krijgen. Van de 19 miljoen SRD betalingsachterstand die er was, is reeds 13 miljoen betaald. Er moet nog 6 miljoen betaald worden voor het jaar 2019. Het ministerie doet er alles aan om alle achterstanden zo snel mogelijk in te lopen.